Leben. Und jetzt aber gehen wir in die muslimische Welt, dass wir wieder einen kurzen Film zeigen mit schönen Bildern aus dieser Welt der muslimischen Gläubigen. Und jetzt sehen wir einen Filmausschnitt eines Videos, einer DVD, in der der türkische Regisseur Mohammed El-Fers sich mit der Mutter aller Völker auseinandergesetzt hat. Dieser Regisseur und Direktor einer Fernsehstation lebt hier in den Niederlanden. Wir können nur einen kleinen Ausschnitt zeigen, aber er ist sehr schön. Es führt uns auch nach Ephesus in die Türkei, dort, wo die Gottesmutter gelebt hat. Wir bitten euch, Ding jetzt einzuspielen. Dit is de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Volgens de Europese Commissie een van de ergste achterbuurten van het continent. Met de Iris Westerse Sodom en Gomorra staan de een organisatie van Turkse migranten in Amsterdam. Vandaag is de bisschop van Haarlemmer te gast. Monseigneur Jos Punt zal er het vaste van de Ramadan breken, samen met de moslims. Na afloop discussieerden de moslims met de katholieke bisschop over Maria verschijningen. Welke verschijning? Van Maria. Hoe is dat erkend? Aan de hand van? U zei dat u erkend heeft. Ik heb het in zijn essentie als authentiek erkend. Ida Peerman. Niemand zou ooit van haar gehoord hebben als Maria niet aan haar was verschenen. Maar liefst 56 keer tussen 1945 en 1959. Lang heeft de katholieke kerk zich tegen deze verschijningen verzet. Maar nu is daar dus verandering in gekomen, want afgelopen week heeft bisschop Punt van Haarlem verklaard dat de boodschappen die Maria heeft doorgegeven aan Ida Peerman authentiek zijn. Iets wat velen binnen die kerk over zo langer geloofden. Het heeft een inmakende factor, ook wereldwijd. Dat vind ik ook heel belangrijk. Er is een mooi gebed gegeven. Een gebed tegen verwoording, rampen en oorlog. Wat onze wereld natuurlijk enorm plaagt. En dat de Heilige Geest mag komen en vrede mag geven en verzoening onder de mensen. Ik denk dat het belangrijk is voor onze tijd. Heer Jezus, Zoon van de Vader, zet nu de Geest op de aarde. Maak de Geest gewoon, maar ga nu van alles gewoon. Maar dat is zeker waar het mogen blijven, voor haar koning en maanden en voorwording. Maar ook in de vorm van alle hoge vorm, die eens maar in was, onze Godsgeest te zijn. Amen. Amsterdam is een stad geheiligd door de burgemeester. Geheiligd door de komst van Maria als vrouwe van alle volkeren. Om haar te eren zijn we hier. Christ is risen, Christ.